Er wordt bijna 10 miljoen bezuinigd op kunst en cultuur in Amsterdam. Hoe staat het hier nu mee? Ja, er wordt 9,8 miljoen bezuinigd. En er zitten eigenlijk nog veel meer bezuinigingen aan te komen. Maar de wethouder Caroline Gerels heeft wel ervoor gezorgd, of gaat ervoor zich hard maken om niet nog meer bezuinigingen in de kunst en cultuur door te voeren. Maar die 9,8 die moet bezuinigd worden. En dat gaan voornamelijk de grote instellingen op zich nemen, die bezuinigingen. Maar het zal voor iedereen effect hebben, want er is maar gewoon één pot geld. De 82,6 miljoen, geloof ik, voor Amsterdam. En er zullen heel erg veel instellingen gaan aanvragen op dat geld. Dus ja, er is niet genoeg voor iedereen, helaas. En heeft u hier iets nog aan kunnen doen? Ja, we hebben in de gemeenteraad eergisteren, diep in de nacht, hebben we nog wat geld kunnen verschuiven. Zodat er toch meer geld nog beschikbaar is binnen die pot. Hè. Komt dus niet meer geld bij, maar binnen diezelfde pot wordt er wat verschoven van de grote instellingen naar de zogenaamde vrije ruimte. En dat is voor theatergezelschappen, dansgezelschappen, symfonie, orkesten. Dat is de ruimte waar zij dan in kunnen aanvragen. En dat vonden we mooi werk. Dat heeft GroenLinks voorgesteld en daar is de VVD op ingegaan. Bent u tevreden? Ik ben tevreden, want er is ook nog een ander voorstel aangenomen wat ik ingediend heb. Dat had de kunstraad was daarmee gekomen. Dat is een uitstappremie. En dat betekent dat je voor nu kan kiezen om in één keer 3 jaar geld mee te nemen. En dan moet je op je eigen benen verder. Dan kan je daarna geen subsidie meer aanvragen. Maar voor mij is dat natuurlijk het ware ondernemerschap. Dus ik vind het fijn dat die regeling ook opgenomen is. Oké, hartstikke mooi. Bedankt.